Vandaag bezoeken we een verlaten villa. Die ligt in een grote villawijk, wat door de rijke mensen die hier wonen 24/7 wordt beveiligd door de politie. Het hele huis ligt nog vol met spullen en we komen erachter dat deze man vroeger heeft gevochten voor het Amerikaanse leger. In deze serie gaan we op zoek naar de meest vette verlaten plekken over de hele wereld. Van verlaten ziekenhuizen tot verlaten bunkers. Je kan het zo gek niet bedenken. Je kijkt naar verlaten avonturen. Daarachter is de villa die wij nu gaan bezoeken. En dit staat er. Permanente politiecontrole. Permanent. Dit gaat heel gevaarlijk worden. We gaan snel hier zo naar binnen. En we gaan kijken of we in de villa binnen kunnen komen. Dus laten we gaan. Er komt nu al een auto aan. In eerste instantie zag dit er zo niet verlaten uit toen we aan. Dat was makkelijker dan gedacht. Ja, ik had er heel moeilijk ingeschat. We waren een hele drukke weg. Toen ik hier aankwam lopen, dacht ik echt niet dat dit verlaten zou zijn. Het pad, helemaal geen gras, hoog onkruid en dat soort dingen. Maar ineens stond hier dan een deur open. En is dit wel verlaten? Maar hoe kan dit verlaten zijn in zo'n dure villawijk? Staat ineens een verlaten villa. En wat voor verlaten villa? Het stempelkussen dat daar ligt, die staat op 1994. Een jaar nadat ik geboren ben. Er ligt hier allemaal post. En het ligt hier vol met spullen. En daar gaan we zo allemaal verder kijken. Ze hebben wel vrij alles aan spullen bij elkaar gelegd. Op een hoop, de administratie. Al dat soort spullen. En dan hier. Hier heb je beeldjes en dingen staan. Ik dacht dat het een engeltje was, maar dat is geen engeltje. Gewoon een schilderend beeldje. Ja. En hier zo hele grote ramen. Naar het huis van de buren. Een grote oude schatkist. Een groot fles wijn. En een kleed dat helemaal is vergaan. Ik snap echt niet hoe dit verlaten is. Zo'n intens grote villa. Helemaal verlaten. Dit had je gewoon nog toen het net verlaten was. Deze mensen net waren overleden. Misschien wel voor miljoenen kunnen verkopen. En nu staat het er zo leeg bij. En woont er helemaal niemand meer. Staan wij hier nu binnen. Buiten heb je nog bakken vol. Met allemaal spul. Met allemaal kruiden. Met allemaal planten. En hier binnen hadden ze het hoekje daar helemaal volgezet. En hier had je het woonhoekje. Hier heb je de oude servieskast. Met plekken waar ze glazen konden ophangen. Een enorm oude radio. En daar nog veel meer ruimtes. Au. En het jaar is? En tegen een koffer aangelopen. 1996. Oh ja. Een kalender van 1996. Oude klok hierop. Als dit huis al zo vol ligt met spullen, wat zullen we dan in de rest van het huis aantreffen? Ook nog een oude achterdeur. Hier nog allemaal kasten. Daar heb je de woonkamer. En hier heb je kasten. En deze kasten zitten vol met witte schimmel. Ligt nog vol met kleding. Alles in dit gebouw zit nog vol met spullen, precies op de plekken waar het lag. Hier zitten nog nieuwe glazen in de verpakking, die nooit gebruikt zijn. En wat ik heel eng vind, is dat hier allemaal frisdrank ligt, maar het net lijkt, ja, die flessen zijn gevuld met water. Hallo? Nog meer water. Hier ligt het ook helemaal vol met flessen water. Het kan dus zomaar zijn dat hier nog een zwerver zit die gebruik maakt van het water wat hier ligt. Dus we moeten hier onwijs uitkijken. Dat is heel apart. En kijk hier in de douche. Hier om de hoek. Is hij? Nee. Ook allemaal water. Het ligt vol met water.
Zou het misschien... Zou het misschien met water zijn geweest hier? Ja, zwerver. Ja? Die mensen geen water hadden. Ja, dat ze het hebben moeten opslaan. Ja. Wel apart. Wel uitkijken. Het kan zijn dat we ergens zwerver tegenkomen of niet. Oh, je moet hier echt uitkijken met licht. Huis van de buren. Hier zo naast is het huis van de buren. Hier zie je het al heel erg tussendoor, dus hier moeten we enorm uitkijken met licht. Zeker niet werken met licht eigenlijk. De kraan werkt niet meer. Er staat hier nog wel water in. En het staat hier nog vol met spullen. Maar met licht werken is hier echt een no-go. Dat is de oude voordeur geweest aan die kant. Iets van een werktafeltje of zo. Ja, maar hier is een berging. Allemaal spullen. En aan deze kant een werktafel in de garage. De mensen spaarden dus doppen. Misschien voor de blinde geleidehonden. Of om de flessen goed te kunnen vullen. En hier liggen alle tuinspullen. Van alle chemicaliën die ze bijvoorbeeld in de tuin hebben gebruikt. Plantfood. Echt van alles. Auto. En daar ligt het vol met bakjes. En een bouwhelm. En hier heb je een werkbank. En hier staat het nog vol met spullen. De elektrische grasmaaier van de bewoners hangt hier aan de muur, die is daar bevestigd. En daar ligt broe. Maar de geur is hier echt niet normaal. Hier liggen ook allemaal spullen. Van zeep tot allemaal verschillende schroeven. En bergen vol met klerenhangers die deze mensen bewaard hebben. En wat mij opvalt is dat de stroommeter heel zachtjes nog beweegt. De geur die hier zo achter mij nog hangt is niet normaal. Het stinkt hier enorm. En liggen zoveel oude dingen. Ik zie nu weer nieuwe dingen. Daar ligt ook een of andere pomp daarboven. Dit is echt een mega vet huis, waarvan ik niet weet wat de eigenaar precies gedaan heeft. En niet snap waarom familie dit huis niet onderhouden heeft en verkocht, want dit is zo'n enorm duur huis. Had. Daarboven nog een TL-buis en je ziet aan mijn handen hoe erg ik tril. Probeer hem stil te houden. Wow, hier is een bovenverdieping. De oude werkkoffer met medicijnen, potloodjes en dat soort dingen. Ik zal meteen misschien even kijken wat die meneer is geweest. Kortjes vol met spullen. Allemaal kachels, die dozen lagen ook buiten. En ook hier is weer allemaal water opgeslagen. Hoeveel water slaan deze mensen op? En daar is het huis van de buren. Dit is het grote dakterras wat deze mensen ook nog hebben. En hier ook weer water, water, water. Hadden beter wijnen, wijnen, wijnen kunnen hebben. Dit is de slaapkamer geweest van deze mensen. Ze sliepen apart, wel in dezelfde ruimte en wel een eigen bed. De reiskoffers ertussen, bekkertje erop. En hier weer allemaal spullen. Volgens mij heeft deze man echt iets met planten gedaan. Auto. Hop, daar ging die. Het ruikt wel lekker hier. Allemaal potloden. Allemaal spulletjes. Sowieso wel, want ik vind het echt niet goed te voelen.
Oké, laten we heel snel beneden nog in die tas kijken. Is goed. Die beneden aan de trap staat en dan gaan we. Alles is hier enorm laag. Nou, er rijden non-stop auto's langs. We zijn al gewaarschuwd door iemand die er in de buurt woont. Die wij kennen van, goh, pas op. Dit is een villawijk vol met villa's. En de politie rijdt hier non-stop rond. Die controleert dit huis. Dus pas op. Dus we kunnen hier niet al te lang blijven. Maar wat is dit huis vet. En wat ben ik blij dat wij nu hier binnen zijn. Dus kijk wat er in de kist zit. Ja. Wij zijn echt enorm benieuwd wat er in die kist zit. Zoals je ziet tril ik wel heel erg. De camera heeft stabilizer, maar de lamp niet. Wil jij hem openmaken? Zo. Oh. Harry Potter sticks. Open haardhout. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Nee. Zie je dat? U.S. Army. Ik neem deze heel even een klein beetje mee hierheen. Nee, niet in de regen. Maar kijk wat hierop staat. Het adres van hier. En dan staat er US Army. En bovenin staat een postzegelding met van het leger. We vinden hier nog veel meer andere brieven. Ik ga ze natuurlijk niet allemaal laten zien. Maar diegene van dit huis heeft in het Amerikaanse leger gevochten. En is daarna hier naar België verhuisd waarschijnlijk. En heeft een mega grote villa kunnen kopen waar wij nu binnen staan. Hoe vet is het om dit toch nog even mee te maken hier in deze locatie. Tijd om weer naar buiten te gaan om te kijken of we onverzien weg kunnen komen. En dat is nog maar de vraag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet de video niet te liken, te abonneren, dat kan hier beneden. Volg me ook op Instagram, Mark ben ik. En dan check ik jullie weer bij de volgende video. Later.